Jongens en meisjes, moeders en vaders, opa's en oma's. Als jullie nu alsjeblieft even willen stoppen met kijken, kunnen wij het met de coolste mensen hier op aarde gaan hebben over Frank's Adventure. Wie ben jij dan weer? Ja, Dennis was er niet, dus ja. Frank's Adventure. Frank's Adventure. Ja, het idee is, het concept is heel simpel. Ja, praat maar gewoon door. Het concept is heel simpel. Je bent een guy, je heet Frank, en je gaat op avontuur. En het avontuur is het volgende. Je begint in Boobs Illustrated. Het is eigenlijk een klein dorp. Ja, je hoort het al, Boobs Illustrated, seks gerelateerd. Oh. En het ding is, jij bent een fotograaf. Of in ieder geval, je bent een journalist en je werkt voor een blad. En jouw doel in de game is, dat wordt letterlijk in het begin gezegd, maak de beste pornmagazine ooit. Weet je wel, zorg, want het blad waarvoor je werkt raakt een beetje in de sloep en zo. Het gaat allemaal niet zo lekker. Dus het is jouw missie om volgens mij een stuk of 8 hentai foto's te verzamelen met gewoon full frontal nude pictures, waar ik me vroeger echt volop... Dus weet je, dat is jouw doel. En hoe je dat doet, dat is misschien nog wel het hilarischste. Je moet namelijk coke voor een guy verzamelen en dan krijg je daarvoor terug krijg je hentai foto's. Of je moet King Kong uit een gebouw verhelpen. En er zitten allemaal hele leuke verwijzingen in naar series. Volgens mij komt Pikachu nog voorbij. Maar ook bijvoorbeeld die guy van Digimon. Het is een heel vaag avontuur. Ik merk dat het diep ligt ook bij je vooral. Ja, ik heb het vroeger heel erg veel gespeeld. Maar in ieder geval, het toffe aan Frank's Adventure is dus, besides het porno aspect, dat je gewoon iets van 8 hentai plaatjes hebt, dat het ook echt een tof avontuur is om te doen. Want je moet eigenlijk dus puzzels oplossen. Je moet je voorstellen, je hebt een kaart, je loopt er als 2D-poppetje over. Nou ben je gewoon aan het lullen. Je loopt nu te zeggen dat daadwerkelijk hetgeen wat je moest doen om dat plaatje te pakken te krijgen. Ja, ik vond dat leuk. Het gaat je om dat plaatje. Vanaf het begin wil je al titel zien. Nee. En als je dan titel ziet, zit je echt zo... Maar dat avontuur is super tof. Nee. Want weet je, het hele ding? Zeg maar, in de game heb je geen valuta, maar je hebt cocaïne. Dat is waarmee je betaalt. Gewoon dat hele concept al is toch gewoon al hilarisch. Ja. En het toffe is dus... Vroeger heb ik deel 1 gespeeld. Ik zeg nu op deel 1... Wat blijkt nou? Ik deed net even research, weet je, Google Memories. Er zijn dus gewoon inmiddels al 4 delen uit. Dus die hebben wij dat nog is niet helemaal gespeeld. Voorbij me gegaan. Frank's Adventure. En het tof is, de verhaallijn is ook echt subliem, weet je wel. Je hebt Deus Ex, je hebt Zelda. Maar bijvoorbeeld in Frank's Adventure 2 begin je niet meer bij Boobs Illustrated, maar begin je volgens mij bij Boobs United. Dat is een gigantische stad ook waar je in begeeft. En zo heeft elk deel heeft een thema. Deel 3 heet volgens mij Sexy nog wat. Sexy Beast, ik weet het niet meer. En het ding is dus, dat is dan weer een soort van grapje naar Vice City. En er komen ook aliens. Je wordt ontvoerd door aliens. En deel 4 speelt zich af in Amsterdam. Amsterdam. Gewoon letterlijk dus Nederland. En je hebt molens en overal wiet. Je kan in de coffeeshop. Dus Frank's Adventure, het is gewoon goud in mijn hart en ziel. En het toffe is iedereen op de basisschool had het over Frank's Adventure. Hey, weet je al hoe je die puzzel om moet Maar dat wil dus zeggen dat elk jochie van 12, ondanks dat er staat 18 plus, toch zoiets hebt van, hey, laat ik even kijken. Tuurlijk. Vervolgens komen ze erachter dat het een tof spel is. En zeg maar, ik vraag het me nu nog steeds vandaag de dag af. Ja. Vond ik het een tof spel? Ja. Of wou ik gewoon Tieten zien? Dat is een beetje het ding. Nou, weet je... Ik denk namelijk dat ik gewoon Tieten wou zien. Ik was helemaal versteld dat ik niet om 1 uur 's nachts mijn tv moest aanzetten om 1 tepel te zien, maar dat het gewoon de hele dag door al kon. Op Frank's Adventure. Ja, nee, maar je hebt... En daar wou ik best wat cocaïne voor fixen voor een guy. Ik denk dat we kunnen concluderen dat dit echt een verloren parel is. En volgens mij zeg ik dat elke keer, maar er komt ook gewoon... Jij bespreekt een beetje die makkelijke games, weet je. Ik ga gewoon lekker die underground in. Nou, ik schuif aan met een onbekende gang. Wat wel een verloren paro is. Ik ben benieuwd. Ah ja, ja oké, dat is wel moeilijk. Oké, ik ga weer. Nou, oké. Nou jongens, dat was het. Het was super kut. Het komt omdat deze keer Dennis die kon er niet bij zijn. Dus ik moest het met Veras doen. Ja, weet je, ik verzin het ook niet.